Het Cotumissi Grand Gala is dit jaar voor de eerste keer in Theater Rotterdam Schouwburg gehouden. Een record aantal bezoekers, voornamelijk Sranamang, kwamen naar het cultuurspectakel dat al 3 jaar door cultuurondernemer Fred Fitzjames wordt gehouden. Sam Jones doet verslag. Het grote grijze Theater Rotterdam kleurde dit jaar fleurig rood, geel, blauw, paars, alle kleuren van de regenboog. Dankzij het altijd gezellige Cotumissi Grand Gala van cultuurondernemer Fred Fitzjames. Een zwingend spektakel op een prestigieuze plek. Als je ambitie hebt, dan ga je verder dan waar je bent begonnen. Het begon allemaal in 2017, Theater Zuidplein. Vorig jaar kwamen 400 bezoekers naar het Cotumissi Grand Gala. Dit jaar in Theater Rotterdam Schouwburg ruim 600. Ik denk dat het nu al getoond heeft dat het waardig is dat we hier zitten in dit schouwburg. Hoewel het nog wel even duurde voordat de grote zaal volliep. Onze mensen zijn laatlopers vaak, hè? Maar belangrijk is bij deze uitvoering dat eigenlijk de dimensies die ik graag erbij wil hebben samen zijn gevat waar het gaat om kunst en cultuur. Het valt me op dat deze keer u niet begonnen bent met de traditionele koto, maar met moderne koto. Kijk, vaak genoeg vergeet men dat als je bezig bent met cultuur, dan moet je niet alleen maar conserveren, maar je moet ook zien door te ontwikkelen. En daarom moet je ervoor zorgen dat je jonge mensen die ook een andere visie hebben, de gelegenheid geven om zich te presenteren. En dan doelt Fitzjames op aanstormend modetalent Jolanda Gemin, die voor de eerste keer hier op het Cotumissi Grand Gala voor een breed publiek haar creaties toont. Ik heb een beetje moderne versies van kottos laten zien. Ook een beetje festivalwear, dus wat kan je aan als je bijvoorbeeld naar een festival gaat. Dus een beetje een moderne take van traditionele dingen. En nu heb ik gewoon geprobeerd om door andere stoffengebruik, net andere modellen, om het toch een andere touch te geven. Een beetje modernere touch. Ik heb nylonstoffen gebruikt, sportstoffen, reflecterende stoffen. Dus als je het gaat fotograferen, dan krijg je lichtgevende gedeeltes. Pagnistoffen, maar dan in plaats van de bekende wikkelrok, juist als topje of als plooirok. Ook nieuw op de manifestatie waren traditionele Surinaamse spelletjes. Onder leiding van Marianne Markelo op zwingende tonen van Black Harmony. Joan Nunley gaf een goed bezochte masterclass Economische kracht van traditionele kleding. En ook bij de demonstratie Anissa Binde door Mildred Issels Dankor zat het helemaal vol. Tot groot vermaak van velen werd de Master of Ceremonies Dino Burnett dit jaar bijgestaan door cabaretier Clifton Braam, nieuwkomer op dit podium. Vele genoten van deze derde editie van het Cotumissi Grand Gala 2019. Ik heb genoten van Sabaku. Ja, het is nu mijn derde jaar, dus ieder jaar is het weer verrassend en leuk. Ik vind het geweldig. Later veel meer in een langere radio- en televisiespecial.